De treinen van en naar Rode School rijden sinds vanochtend vroeg weer. Treinverkeer lag sinds vrijdagmiddag stil vanwege een ongeluk. Een Arriva-trein botste op de overgang aan de Voslaan in Winsum op een melkwagen. Daarbij raakten 18 mensen gewond. De trein ontspoorde en die werd afgelopen zaterdag afgevoerd. Ook de melkwagen werd geruimd. Daarnaast moesten rails hersteld worden die door het ongeval ook beschadigd waren. Daar was men afgelopen nacht nog druk mee bezig. Omdat er in 2014 twee dodelijke ongevallen bij de onbewaakte overgang waren, zou de overgang beveiligd of gesloten worden. Maar er waren nog geen maatregelen genomen. Daarom zijn er nu waarschuwingsborden geplaatst.